En dit zijn de twee nieuwe gezichten bij DOS 46 in de basis. Nienke Sinema, 20 jaar en afkomstig van Mid-Friesland. En Jelmer Jonker, ook 20. Hij komt net als broer Sven van Juventa uit Hardenberg. Daar kwam ook Casper Boom vandaan, maar daar kan coach Herman van Gunst geen beroep meer op doen. Het begon voor SCO in het blauw heel vervelend. Marit van der Bogert moet al na 5 minuten met een enkel blessure het veld verlaten. En een ontketend DOS 46 zet de Stellingwervers binnen 10 minuten op een 7-4 achterstand. DOS oppermachtig, hoog tempo. Dit is de rebounder, Sven Jonker. Het schot van Loes Blakière. En dan Nienke Sinema. Zij scoort 8-4. Een half minuutje later. Weer zo'n snelle combinatie. Nu in het andere vak. En aanvoerder Bastiaan Nijmeijer. 9-4. Het is alweer zijn derde treffer. SCO debuteert dit seizoen in de hoofdklasse en richt zich op klassebehoud. Ook een jonge ploeg en enkele ervaren heren. Zoals deze Henk-Jan Bakker. Hij maakt 9-5. Maar de ploeg uit Oldenholpa had totaal geen vat op DOS 46. De Nijveners speelden heel gevarieerd en iedereen kan scoren. 25e minuut dan. Hier zit Loes Blakière, onderhands. En nu Jelmer Jonker, de rebound. Zoekt zijn broer Sven. En van grote afstand 14-5. Het was pas zijn eerste treffer, omdat hij veelal onder de korf zit. Kort voor rust dan. Stand 16-6, goed verdedigen van Maaike Steenbergen. En dan is de score van Frank van der Veen. Ruststand 17-7. Ziet ook Harald Lucas, de oudste eerste teamspeler. En in de tweede helft hetzelfde spelbeeld. DOS 46 oppermachtig, makkelijk scorend. En die 10 doelpunten verschil, die staan er na 10 minuten nog steeds als Jelmer Jonker 19-9 maakt. En logischerwijs zakte in die slotfase bij DOS de concentratie wat. Sven Jonker wat ongelukkig en Wolter 18 profiteert, 19-10. Maar meteen daarop, de volgende aanval, weer ruim opgezet. Met Rozemiek Harrewijn, met Maaike Steenbergen, weer Harrewijn. En dan de overtreding op Bastiaan Nijmeijer, zegt scheidsrechter Winters, vrije worp. Steenbergen zoekt dan Nijmeijer. En hoppa, 20-10. Ja, er was eigenlijk maar één smetje op de goede zegen van de Nijveners. Rozemiek Harrewijn blesseert zich aan de knie en moet onder applaus het veld verlaten. Maar het was verder een prima wedstrijd. Eindstand 27-14. Maar toch heeft coach Van Gunst wat aandachtspuntjes. Jazeker, het laatste kwartier hebt het bloedend wat door. De schot hebt er weg. Dat vind ik altijd wat zorgelijk, want als spannende wedstrijden worden in het laatste kwartier gespeeld. En ik vond dat we beter moeten voorverdedigen, want we konden hun aanvalspunten niet altijd via de eerste aangifte goed uithouden. Maar dat is één keer het enige. Voor de rest hebben we wel heel veel verdedigende druk kunnen geven. En aanvallend hebben we goed samengespeeld en van daaruit doelpunten kunnen maken.